Alle mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varmoor en vandaag ga ik op pad met Wim, die zit voorin. En deze Vito met de nieuwe OOV Striping. We hebben ons ingemeld, we zijn dus beschikbaar voor meldingen en we zijn al meteen de straat op gegaan. Geen bijzonderheden om vandaag te melden, wel wil ik een shout-out doen naar mijn boy Luc, mijn grootste fan. Luc, als je kijkt, app me maar even dat je eindelijk je shout-out hebt. Nu gaan we naar een winkeldief. Luc is een gast die heeft 7 keer over zijn autotheorie gedaan. En ik zeg, als jij slaagt, dan krijg je van mij een shout-out. Inmiddels is hij geslaagd voor zijn autotheorie. Luc, je bent met toch eentje. Maar bij deze je shout-out. Ik vergat hem ook eerlijk gezegd steeds. Maar nu dacht ik eraan. En hij crasht. Handig. Ja, we zijn onderweg naar een melding van mogelijke racende voertuigen. Echter rijdt er hier ook wel een gek voor me, hoor. En dat is een gestolen voertuig. Die kunnen we niet zomaar laten gaan. Dus die gaan we wel even pakken. En moeten we die racende voertuigen laten gaan, dan is dat maar zo. Deze kunnen we niet zomaar laten staan. Je mag even uitstappen, we gaan even de een en ander onderzoeken. Je blijft staan waar je nu staat, je gaat geen rare dingen doen. En we kijken of het kenteken al als gestolen is opgegeven. Ik ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 04 Mindcharm Yankee 5. Je bent bij deze aangehouden, je bent niet te anders verplicht en je hebt recht een advocaat. Dat begrepen. Het gaat helemaal fout. Nee, ik wil hier niet instappen. Goed. Wat gaan we doen? Je moet geen rare dingen doen, hè? Oké. Okay. Heb jij nog dingen? Oh my god. Stop toch eens met me. Nee, niet in. Oh my god. 8. Transport je deze kant op. Ja. Heb jij nog dingen bij die niet bij mag hebben? Ik ga je even meenemen deze kant op. Gaan we hier inzetten. Wow, lek. Heel veel lek ineens. Move, you moron. Ik probeer nog even een transportje voor hem te krijgen, maar ik kan niks. Goed, we kunnen. Het transportje voor hem vragen. Een collega vraagt om een assistentie. Zo. De voertuig laten we wegslepen. En hier is ook iets gaande. Maar goed, daar kunnen we op dit moment. Ik wilde eerder even me bezighouden met deze man. Je kunt niet zomaar als er een gestolen voertuig heel hard voorbij rijdt. Wat op heterdaad wordt gestolen, kun je niet zomaar zeggen van hey, boeit me niks. Ik ga achter twee voertuigen aan die mogelijk zijn aan het racen. Dan pak ik liever even een autodief. Die we op heterdaad sowieso hebben. Voor hetzelfde geld zijn die racende voertuigen helemaal niet meer. Of zijn die helemaal niet hier ofzo. Zo, transporteenheid ga ik dichterbij laten komen. Die is er nu. Nu viel de verkeerde uniform aan. De auto is weggesleept. En dan gaan wij heel snel. Nog even richting de mogelijke racende voertuigen. Er zou mogelijk al één iemand dood zijn. Ik weet niet hoe dat zit, waarom die dood is. Maar dat is natuurlijk jammer voor hem. Oh, 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 lag. Waarom heb ik zoveel lag? Deze melding is niet echt gunstig voor mijn GTA, geloof ik. Het is nacht, dus het is rustig op straat. Dus dan kunnen we makkelijk vrijstellingen gebruiken. Oh, ik schrik me helemaal kapot. Ah, daar staan ze. Hey. Oh. Hallo. Hey. Oh, stop eens even. Hoi. Goeiedag. Wow, ik heb lijk, jongen. Hoe kan dat toch? Oh, nee, ik wil. Nou, waarom druk ik steeds meewerken? Wat nonnetjes. Ik heb geen taser meer, dat is ook zo irritant. Dan maar even een vuurwapen. En ik crash ook nog eens. Dit gaat wel helemaal fout, jongens. LSPD,
Dat is wel een nadeel. LSPDFR 0.3 of zo, die gaf mij gewoon een taser, een wapenstok. Kijk, dat heb ik nu allemaal niet meer. Dan moet ik steeds inspannen en dat vergeet ik eenmaal. Oh ja, we moeten natuurlijk weer even de plug-in spannen. Oh, dat ging fout. Maar even uitstappen, handjes omhoog, kom op. Ik ga ze nog aanhouden. Het heeft even geduurd, maar dan hebben we tenminste wel gewoon wat we wilden bereiken. Namelijk twee aanhoudingen. En dan gaan we daarna nog even... Die liggen inmiddels op zijn dak. Gaan we daarna nog even voor de andere. Meneer, jij blijft liggen. We gaan een transportje voor deze beste twee heren. Een collega vraagt om uw assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest and not for death. 12:05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Laten we hier eens kijken. Goeiedag. Wait a sec, buddy. Hey. U was aan het racen ofzo, dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben deze aangehouden. We gaan even onderzoeken wat hier allemaal los is en waarom hij op het dak ligt. En ben je gewond? Nee, oké, mooi. Krut. Zo. Goedendag schotel meneer, ook u bent aangehouden. U gaat maar gewoon even met mij mee. En we gaan even onderzoeken waarom jullie waren aan het racen, wat hier allemaal gaande is en waarom jij ook op je dak lag. Ook al kon je er niks aan doen, want mevrouw was bestuurder. Boeit me niks, we gaan gewoon een transportje vragen en door. Zo, en wat gaan we nu nog doen? Kijken wat de dienst ons nog verder gaat brengen. Maar de conclusie van het verhaal waarmee ik deze video begon, Luc is gewoon een boefje. Luc, je bent gewoon een boefje. Prio 1 melding, een dier wat een beetje losgaat. Ik weet niet wat voor een dier, even kijken. In ieder geval een gevaarlijk dier wordt hier wild. Hey! Hey, wat pik! Kom eens hier. Wat is nou allemaal het probleem? Hallo. Staan blijven in de naam der wet. Hier komen. Blijf nou staan. Ja, kom hier. Een beestje doet niemand kwaad, joh. Kijk hem rennen. Wat een gek hier. Ja. Onze grote vriend Mr. Speenvarken, of hoe heet hij, aangesproken op zijn gedrag. Hij was het er met mij eens tot het eigenlijk niet kon wat hij allemaal deed. En na een goed gesprek hebben we besloten hem te laten gaan. Maar wel het gebied te verlaten. Dus dat heeft hij netjes gedaan. Nu starten wij weer verder en zien wij dit voertuig met die blauwe verlichting naar beneden of daar onder het voertuig. En dat is niet de eerste keer dat we dat zien. Sinds de nieuwe LSPDFR is dit geloof ik wel een van de futures, om het maar even zo te noemen. Namelijk dat er random voertuigen met dit soort verlichting rondrijdt. Want ja, het blijft een punt wat niet mag. En we kunnen twee dingen doen. Uiteindelijk met jullie afspreken van ja luister, het is goed geweest en vanaf nu heb je ze zo vaak aan de kant gezet, dus laat ze maar gaan. Of we blijven ze gewoon continu aanspreken op het moment dat we ze zien, maar dat kan dus best vaak zijn. En nogmaals, we kunnen hier vrij weinig mee, je kunt hier geen bekeuring voor geven om maar zo te zeggen, dat is geen kijk penalty en dan ja, er is geen lights on the vehicle of zo. Denk ik.
Ja, dus wat gaan we er, wat geef ik normaal altijd ook alweer? Nou, normaal is het voertuig ook niet verzekerd en zo. Dus we hebben in ieder geval gegevens. Wat ik ga doen is, ik ga gewoon een bekeuring opschrijven van $150 plus €9 administratiekosten, $160 afgerond. We maken er euro van. Dus 160, ik geef hem even, ik schrijf hem uit. We laten hem dan verder rijden mits het licht uit kan. Het licht kan die niet uitzetten, dus we laten hem verder rijden met de... kijken, we zien het even door de vingers. Doei. Of heeft hij hem wel uit? Nee. Ja, laat ze melding. En dat is deze. Rijdt u alstublieft prio 2. Wijs door, je gek. Citizens report a van. Dan rijden. Busje met ik zie het al, dat is namelijk dit busje hier links en die rijdt met een onveilige lading en dat snap ik wel. Jezus. Daar ga ik ook het liefste niet achter rijden, want als die ineens vol in de remmen gaat of dat valt, dan heb ik het onder mij of op mij, beter gezegd. Kijk hier, levensgevaarlijk dit. Goedendag mevrouw. Ik wil graag een rijbewijs van u zien. Dankjewel Lizzie. Oh, nee wacht even, dat wil niet. Laatste positie hebben, maar ik wil gewoon playcheck inderdaad. Playcheck. Zo. Nee, heeft hij die wel niet gedaan? Jezus mensen. Kom op. Dit busje, playcheck. Ja maar, potmonden. Achterkant dan. Playcheck. Nee, oké, laat me zitten dan. Mevrouwke. Wat ben je vandaag aan het transporteren? Nou, dit is een vervanging paal, iets die weg moet. Waarom is hij op deze manier gezekerd aan uw voertuig? Ik heb er super lange tijd over gedaan om dit ding veilig te zekeren aan mijn voertuig. Nou, dat vind ik niet. Waarom heb je geen transport geregeld wat veiliger is? Ja, daar moet je mijn afdeling voor vragen. Ja, goed, je mag in ieder geval niet verder rijden op deze manier. Dus je krijgt daar wel een bekeuring voor. Ja, tot die bekeuring dan... maar voor het bedrijf is, maar ik schrijf hem wel op haar naam en dan moet ze zelf maar regelen. Commercial is dit, hè? Oh, dat is duur. Ja, dit is voor je bedrijf dus. Dan moet ze zelf maar regelen tot ze het bedrag kan declareren, om maar even zo te zeggen. Nee, ze gaan in ieder geval niet verder rijden op deze manier. Dus je moet maar even kijken of je een transport kan regelen voor dit ding en dat kan overplaatsen zeg maar naar een veiligere vrachtwagen of iets, maar op deze manier kan het in ieder geval niet. Ik wens u een fijne avond, nacht, dienst, iets gebeuren en groetjes thuis. Zo, wij gaan naar het politiebureau en ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, ik heb zelf nog geen idee. Dus laat staan dat jullie een idee ervan hebben. Jullie zien het dan wel. Tot dan. Doei.